Hè? Is de waars? No way! Nou jongens, komt ie. Voor de kant. Gast. Ja! Oh shit! No way! No way! Dames en heren, ik word ouder. Shit. Oh. Maar dat betekent niet dat ik niet meer van glijbanen af mag. Het is vandaag 20 januari, dus dat betekent dat het mijn verjaardag is. En samen met Jesse ga ik even vissen. En we gaan hopen op een verjaardagsvis. Ik niet, ik ben niet jarig. Maar ik wel. Dus laten we minder lullen. Laten we snel de hengels pakken. Laten we vissen. Let's go. Oh ja, vis. Ja, snoek. Hoppa. Nee. Oh, shit man. Maatjes. Ik heb het verprutst vandaag. Snoek die heeft letterlijk mijn hele lijn kapot gebeten. Dus ik heb er opnieuw een ander stukje kunstaas aan geknoopt. En het is weer een kwestie van gooien. Maar ik heb de eerste vis van vandaag verspild. Jesse jongen, wat heb je daar al te zeggen? Ja, kansloos. Nou, jullie horen het. We moeten onze eerste vis nog vangen, maar dit is geen goed begin van de dag. Zoals jullie kunnen zien, we gaan onderweg naar plekje nummer 2. Ik zie nog steeds aasvis springen, jongens. Soms ziet het water er zo goed uit, maar dan vang je gewoon helemaal niks. Ja, of zoals mij, dan verpruts je gewoon een snoek. Ja, dat kan gebeuren. Het is zielig voor het beestje, maar zo is het. En volgende keer beter, toch? Lekker, man. Nou, eerste worp vis. Hoppa. Ja, lekker man. Yes. Het heeft eventjes geduurd, jongens. Nou, de eerste vis zit eraan. Het is een heel kleintje. Ik denk dat we mee hebben gelanden. We zijn even verkast. Nou ja, eerste worp gelijk uit de auto gestapt. En gelijk klapt erop vlak langs het kantje. Gaat snel weer terug, Wietse. Hoppa. Lekker Jesse. Boys, we did it. Eerste visje Jesse. Hoppa. Lekker. Ja, het heeft niet heel lang geduurd. We waren net de auto uitgestapt en Jesse die maakte één worp en vangt meteen de eerste vis. Dus dat betekent dat onze motivatie weer wat beter is dan wat het eerst was. Het ziet er redelijk snoekerig uit. We hebben de aasvis wel aardig gevonden. Hier door die hele sloot vinden we elke keer kleine ballen met aasvis, kringetjes aan het oppervlakte. Dus dat kan maar één ding betekenen. Dat die snoeken daar ergens in de buurt moeten liggen. Dus we lopen dit hele stuk af. Elke keer maar werpen, werpen, werpen. En uiteindelijk hopen we die vis ook te vinden. Maar als het zo doorgaat, dan vangen we zeker weten nog een visje. Eindelijk! Jeumig jongens! Wojo! Wat een aanbeet! Een stuk waars! No way! Dude! Dude! Ik heb nog nooit een poldersnoekbaars gevangen. En hier staan we te vissen met grote sets op snoek. Ik krijg er echt een lel op. En dan hangt een dikke snoekbaars aan mijn lijn. Dude. Gast is een hele dikke. Als dit geen verjaardagscadeau meer is, dan weet ik het ook echt niet meer. Hij pakte hem zo ongelooflijk hard dat achterin zijn huig vis ik de eerste dreg weg. Hij zit volgens mij met één puntje vast. En hier haakje nummer 2. Ik had nooit mogen dromen dat ik zo'n ongelooflijke vis op mijn verjaardag mocht vangen. Ten tweede is het vandaag zo ongelooflijk taai dat we dit nooit hadden mogen dromen. En ik kan je heel eerlijk verklappen, nog nooit een snoekbaars in de polder gevangen. Maar kijk deze bak eens even. Nou, laten we hem snel terugzetten. Dan kan hij er diep in. Wat een ongekende bak. Hij is ook kwaad, jongens. Hij is kwaad. Zijn bek staat op spanning. Ik geef hem wel even de tijd om rustig bij te komen. Hij begint al een beetje te trappelen.
Daar gaat hij. Jongens, onze missie is geslaagd voor vandaag. We hebben beide een visje kunnen vangen. Mijn verjaardagsvis is gevangen. Bam! En ook gewoon een volle snoekbaars. Monsterlijk, monsterlijk. Laten we kijken of we er nog eentje kunnen vangen. Snoekbaars, dat denk ik niet meer. Zo jongens, we zijn bij het volgende plekje aangekomen. Een heerlijk bankje erbij. Dus dat betekent dat ik even lekker kan chillen. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor afgelopen jaar. 2019 hebben we 5000 abonnees gehaald. Als we in 2020 20.000 abonnees halen, ga ik ervoor zorgen dat ik mijn haar compleet roze verf. Dus het enige wat jij hoeft te doen is even te abonneren op mijn kanaal en zorgen dat je op de hoogte blijft van mijn video's. Dat betekent dat we met z'n allen dat doel gaan halen. En dan kunnen jullie lachen om mijn prachtige kop die dan volledig geverfd wordt. Nice. We zijn aangekomen, volgende plekje. Dus dat betekent dat ik ook snel mijn hengel ga pakken. Even een paar worpen ga doen. Even een snoekje eruit gaan rozen, zoals jullie dat wel weten. Maar vaak ziet het er makkelijker uit dan het uiteindelijk is. Dus ik ga gewoon proberen om een visje te vangen. En of dat lukt, dat zien jullie zo meteen. Oh, oké. Okay. Nou, dat was makkelijk. Heb eens. Wat een afsluiting naar vandaag. Aan de andere kant van de lijn hangt een prachtige snoek. Ja, ik kan er niks anders van zeggen. Kijk eens wat een prachtige zonsondergang we hebben. Heerlijke afsluiter. Laten we even landen en dan zien jullie. Hier is hij dan. Het gehavende beestje. Ik heb volgens mij al in geen tijden zo'n lelijke vis gevangen. Er zitten bijtwonden op. Hij is broodmager. De vinnetjes die zijn tot aan de puntjes afgekarteld. Je kunt wel zien dat dit een echte karaktersnoek is. Helemaal oranje van kleur. Dus laten we hem niet te lang boven water houden. Laten we hem lekker vrij. En dan mag je weer heerlijk zwemmen in het koude water. Ik haal de laatste parasieten eraf. Dit lijkt als wel een gouden snoek, jongens. Ja, top apparaatje. We gaan kijken of we er nog eentje kunnen vangen. We zijn op het eerste plekje in deze plas aangekomen. En waar de zon die verdwijnt al een beetje achter de wolken. Dus we gaan snel onze hengels pakken. Nog even rondom het plasje vissen. En wie weet vangen we er nog eentje. We hebben in ieder geval een lekkere dag gehad. Mijn handen die beginnen nu wel een beetje koud te worden. Dus het is tijd voor mij om weer te gaan werpen. Let's go. Want we zingen. Hoepa, 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 tata. Oh, yes. Oh, nee. Zo, nou, hier komt er nog een uit, jongens. Wat? Ik dacht hier... Ja, nee, joh! Oh, nee! Oh. Oh, yes, nee! Ik heb gewoon een dikke hartverzakken, joh. Die kwam ook gewoon compleet uit het water. Vis! Ja, nee, joh! Ik heb hem gewoon op, Jesse! Nee, joh! Wat? Maat! Jesse! Witse, land hem snel. De onderlijn zit om zijn bek. Jesse. Witse, what the fuck? Hè? Kijk hoe Jesse deze vis gehaakt heeft. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Boys. Lekker ingezoomd. Kijk deze snoek even rollen, jongens. Honde! Jongens, hier is een goed voorbeeld waarom je uiteindelijk een lange onderlijn nodig bent. Check dit. Hij zit gewoon niet vast. Hij is er 4 keer omheen gedraaid met zijn kop om een onderlijn. Waarna hij vervolgens nog een hoofdlijn in zijn mond heeft. Maar uiteindelijk... Hey, Flappy. Hier is het visje van... Hey. Doe rustig. Ik ga snel zorgen dat Jess hem in zijn handen heeft. Want dit gaat niet helemaal goed. Nou, daar is hij. Mooi vis. We hebben hier denk ik voor de kant 3 aanbeten gehad. En ondertussen gooi ik nog een worp in het midden. Dan klapte deze rakker op. Mooi vis. Hij is wat aan het spartelen, dus we zetten hem snel weer terug. Zo, Flappy. Dan gaan we lekker weer terug flapperen.
Strijder. Bam. Hatsenflat. Zo zie je maar, wie niet waagt, wie niet wint. Zorg er gewoon voor dat je lekker blijft vissen en nooit opgeven, jongens. Het kan altijd gebeuren. Het laatste half uurtje licht doet het hem toch. En er ligt nog een snoek hiervoor te wachten, jongens. Die gaan we vangen. Die gaan we vangen. Die ontsnapt ons niet. Twee keer gewoon er vol opgeschoven en alsnog niet hangen. Nou, dat kan niet. Kom dan. Nou, jongens, komt ie. Voor de kant. Laatste visje. Let's go, hè. Deze gaat nu bijten ook. Lol. Oh, oh, oh nee! Tiet! Nee! Jongens, ik zei het toch? Hij ligt hier gewoon voor. Ik zal hem lekker binnendraaien. Zometeen mis je hem weer op slap mee. Gast. Ja! Oh shit! No way! No way! Gast! Oh, deze snoek is zo dom, jongens! Oh, deze snoek is zo dom! Naar de vierde keer! Wat? Mijn hart, jongen! Hoe dan? Mijn hart zit hier! Mijn hart zit in mijn keel! Deze vis, die heeft gewoon vier keer het aas gepakt! En nu eindelijk hebben we hem gewoon. Oh, wat een afsluiter, gek. Ik geef hem de bijnaam Torpedo, want hij schoot er op alsof er geen morgen meer was. Ja, fucking ziek, echt. Dit is misschien wel de vetste aanbeet die ik sinds tijden gefilmd heb. Ja, ik ben er heel blij mee. Ziezo, nou, deze mag bijna met pensioen, zoveel heb ik de laatste tijd op gevangen. Maar hij doet het wel, jongens. Hoppa! En hij schiet ook nog weg als een torpedo, jongens. Okay. Jongens, met deze vis sluiten we het avontuur weer af voor vandaag. Wat hebben we heerlijk gevangen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Zorg ervoor dat je abonneert. Doe een duimpje omhoog en laat even een leuke reactie achter in verband met mijn verjaardag. Woehoe! Ik zie jullie volgende week maandag weer terug bij een gloednieuwe video. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Later!